Wilhelmina heeft in haar leven twee wereldoorlogen meegemaakt. De Eerste Wereldoorlog, dat weet u allemaal wel, dat was van 1914 tot 1918. En Wilhelmina was toen 34 jaar. En haar dochtertje Juliana was 5 jaar. En we weten natuurlijk ook, Nederland was toen neutraal. Neutraal. Maar wie kan er nou neutraal zijn in een oorlog?